militaire shooters, die stellen de afgelopen jaren een beetje teleur. En dan hebben we het niet alleen over Escape from Tarkov, maar natuurlijk ook de Battlefield-serie. De juiste Battlefield-serie, ja, maar ook Escape from Tarkov, wat natuurlijk een ijzersterke game is. Heeft aardig wat kritiek te verduren gehad de afgelopen Warzone tijd. Warzone is kapot. Warzone is kapot, inderdaad. Toen stond daar Team Jade, als ik me niet vergis, en Tencent stonden daarop en die zeiden, fine, I'll do it myself. En kwamen met een revive van de Delta Force-series. Ja, doen ze gewoon eventjes. Heb jij Delta Force vroeger gespeeld? Ja, religieus. Die maakten namelijk gebruik van de Voxel Engine. Daarmee was het mogelijk om hele grote open werelden te maken, waarin je dus een soort van tactische missies kon doen. En in die tijd was dat niet veel meer dan heel erg veel rondlopen over een soort bergachtig landschap naar een dorpje waar je een of andere missie moest doen. Meestal iets moest stelen of zo. Nadat je iedereen had neergesniperd. Dat was toen ontzettend vet. Ja, zeker weten. Ja. Battlefield was vroeger ook ooit ontzettend vet. Exact. En nu komt Team J dus met een free-to-play versie van Delta Force. En afgelopen weekend, eigenlijk afgelopen week, was daar tussen 14 en 21 oktober op Steam een playtest waarbij je Havoc Warfare kon gaan spelen, wat eigenlijk een beetje de Battlefield variant is van Delta Force. Het is gewoon Battlefield. Het is gewoon Battlefield. Daar draaien ze eigenlijk ook gewoon niet omheen. Het is Conquest en dat hebben ze dan weer opgesplitst in Siege en Blitz onder andere. Ja. En ze hebben een Escape from Tarkov variant. En als de game uit is straks eenmaal, dan komt er nog een losse story mode komt daarbij beschikbaar. Ja, ja, nou die waren nu al aanwezig in het menu, maar je kon ze niet kiezen. Wat was je in de eerste indruk van? Laten we eerst even iets anders. Verheug je erop? Al best wel flinke pose. Ik was natuurlijk in de TwitchCon geweest hier in Rotterdam was dat. Mm. En daar stond de game, in tegenstelling tot vrij weinig andere uitgevers die daar stonden, stond daar best wel prominent. Okay. Gewoon direct speelbaar. Iedereen kon aanschuiven. En dat was eigenlijk gelijk mijn eerste ervaring met Delta Force. Ja. En het voelt een beetje zoals de game die we gewoon heel erg missen. En waar doel ik dan op? Dan bedoel ik in ons geval Battlefield 4. En dat is vooral dan een moderne militaire shooter. Ja. Maar met vooral een enorme liefde voor guns, attachments en weet ik veel wat. En dat was nou exact waar Delta Force voor mij de plank een klein beetje misloeg. Bij deze test? Ja. Waarom? Ja. Leg uit. Nou, omdat ik stel je voor, hè, eventjes gewoon, stel je even voor. Je bent op een shooting range in Amerika ergens. Ja. Je mag alle wapens schieten. Je hoeft niet de kogels af te rekenen. Dat ligt er gewoon allemaal. Ja. Nou, wat is het eerste wat je doet? Je pakt gewoon een of ander machinegeweer en je schiet een magazijn leeg. Ja. Dat is wat je doet. Wat je niet gaat doen, is dat wapen op single shot zetten en ping, ping, ping. Gaat lopen knallen op een of ander ding. Dat doe je als je de kogels zelf moet afrekenen. Ja. Dus het eerste wat je doet is gewoon zonder demping gewoon een magazijn. En dat voelt als violence voelt dat aan. Dat is een goed ding, toch? Ja, dat is een goed ding. In deze game, en dat was ook exact wat het was. Laat ik ze nog heel eventjes terug. Als je dat doet, hè, als je een automatisch wapen leegschiet. En eventjes voor de record. Voor de mensen die dat doen. Voor de mensen die dat niet doen. In Nederland mag dat niet. Je hebt geen automatische wapens. Alles is semi-automatisch. Maar als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat, dan mag dat wel. En daar kun je dus inderdaad vol automatisch een wapen leegschieten. Wat je krijgt, is een gigantische hoeveelheid violence. Mm-hmm. Dus als jij bijvoorbeeld een machinegeweer, dan moet je voorstellen, als je dat aan je schouder zet, die kamer is redelijk dichtbij. Dat zijn dus steeds flinke ontploffingen. Dat betekent dat er kruid en rookdampen en keiharde knalgeluid. Het is violence, weet je. Als je schiet, dan heb je, ja, dat is een ding. Het is een toestand, weet je. Het is niet eventjes van, je loopt rond en prap, prap, prap. Ping, ping, zei je. Ping, ping, inderdaad. Dat is het niet. Het is een toestand. Ja. Maar heb jij hier dat niet het gevoel nee, dan? Nee, absoluut niet. Nee, het is gewoon, nee, dat is het niet. Wat het is klinisch gemaakt. Het is Het is tactischer gemaakt. Ik moet zeggen, inderdaad, in tegenstelling tot een Call of Duty, waarbij dat juist heel erg over de top is en heel erg spectaculair in beeld is
uitgebracht, was daar altijd Battlefield met een beetje een middenweg. Zeg maar de wapens die reageerden wat realistischer. Hadden bullet drop, single shot werd vaak ook gebruikt. En een lichter kaliber. Maar goed, dat is wat ik zo tof vind bij Battlefield, is dat werd gemaakt door wapenliefhebbers. Ja. Dus om dat gevoel van violence wat je hebt als je een machinegeweer aan je schouder zet en afvuurt, om dat een beetje tegen. Kijk, dat leidt ook af, hè? Ik bedoel, als jij in een tactische ruimte, als jij een ruimte binnenstapt in een tactische situatie, wat je niet was draai, gekkenhuis, rook overal. Nee, je wilde heel gericht. Heb je wel eens online gespeeld? Dat is precies hoe mensen spelen. Nou ja, dat is waarom bijvoorbeeld de MP5 populair was bij Special Forces, omdat het is een lichter kaliber, met demping, precies wapen, niet effectief over hele lange afstanden, maar juist in die kleine ruimte, close quarters battle, heel erg effectief. Dus dat, dat is natuurlijk een beetje de afwerking. En in Battlefield hadden ze dat perfect gedaan. Want je had gewoon soms lange afstand battles, waarin je gewoon een rifle moet hebben, weet je, waarin je gewoon over misschien 400-500 meter moet proberen je kill te maken. En dan heb ik het niet alleen over sniper rifles, maar ook gewoon over automatische of semi-automatische wapens. Ik speelde bijvoorbeeld altijd met de M4, simpelweg omdat die, wanneer ik gewoon single shots of burst deed, kon ik nog wel wat op afstand, maar had ook genoeg snelheid om bijvoorbeeld op short range, hipfire, om daar ook nog wat damage mee te doen. Maar dat was het tof aan Battlefield. Als je dan een wapen vrij speelde, dan had je zoiets van oké, wat betekent dit wapen in een, weet je, in mijn nieuwe tactische omgeving? Ja. En dat vrij spelen van die wapens, dat was in Battlefield zo fucking fantastisch. Want wat het namelijk deed, was dat je begon met een wapen, vervolgens maak je 10 kills, dan krijg je scope erop, dan maak je weer 10 kills, dan heb je een damper, en dan krijg je een groot. Dat zie je niet anders, hè? Nou, zeg maar, hoe dat nu hier is gedaan, dat moet wel heel even gezegd worden. Voor deze Steam playtest hebben ze alles vrijgegeven. Je kan gewoon direct met de meest brute wapen, met de meest brute attachments kan je aan de slag gaan. Wanneer de game uit is, je begint gewoon met een kaal wapen. Okay. Nog niet alles unlocked. En naarmate je kills maakt, verzamel je ook points en daarmee kan je die dingen aanschaffen. Nou ja, ik zou je zeggen, ik heb denk ik de assault rifles geprobeerd en ik was gewoon niet. Ik weet het niet, man. Ik vond niet genoeg verschil tussen die wapens. Ik vond gewoon. Ik had niet het gevoel dat ze echt met liefde gemaakt waren. Ik had het gevoel dat ik met een laserwapen aan het schieten was. Hmm. Weet je, zo voelde het een beetje. En het is niet dat ik de shootouts niet tof vond. Dat was best wel cool. Maar ik vond gewoon. Ja, ik had met de wapens, daar had ik al zoiets van. Ja, daar vielen ze eigenlijk al door de mand. Oh, ik had het niet. Ik vond de wapens juist echt heel nice aanvoelen. Wat ik bijvoorbeeld ook juist super vet vond. Ja, daar zo'n rocket launcher. Ik denk dat het een late stage rocket launcher is die je pas later vrij kan spelen. Mm-hmm. Maar waarbij je vuurt hem af. Doen we ook een beetje denken aan Old School Unreal Tournament, waarbij je zelf die raket op een gegeven moment ook mag besturen, weet je wel. Ja, dat is en vooral, zeker met Havoc Warfare, wat mijn modus is, want ik speel graag Battlefield games en zelfs de mindere Battlefield games, de games die speel ik nog steeds, is die hele fucking spectaculaire shit met daar komt de tank aan rijden, daar komt de ATV aan, daar is een Blackhawk in de lucht, weet je wel. En je kan je daartegen wapenen. Hier voelt het toch iets meer gebalanceerd dan bijvoorbeeld een Battlefield. Ja, nou, laat ik zo zeggen. Die rocket launcher heb je gewoon nodig. Want wat ik merkte. Maar je hebt hem. Nou ja, je hoeft hem niet te hebben. Je kunt ook zeggen van nou, ik neem gewoon een assault rifle, een sniper rifle bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar je hebt dat ding nodig, omdat je er was tenminste de potjes die ik heb gezien, totaal geen teamactie. Ik ben dan toch eigenlijk best wel fan geworden van het Battle Royale systeem, waarbij je gewoon met je team dropt op een bepaalde plek. Ja, als je daar niet samenwerkt, dan ga je helemaal niet winnen. Ja, en dit was gewoon een soort, ja, eigenlijk ook wat Battlefield was dat ook wel, hoor. Zo'n gigantische free-for-all battle, waarbij iedereen maar wat loopt te knallen en het eigenlijk nergens over gaat. Nou, ik vond dat toch. Ik moest er even wennen eraan, man. Ik vond ook de voertuigen niet per se heel tof. Ik vond ze stevig overpowered. Maar dat is ook wel weer logisch. Een tank is natuurlijk een ding wat van nature overpowered is. Mm-hmm. Wat ik heel erg miste,
is, ik bedoel, we hebben inmiddels al 2 jaar oorlog in Oekraïne en waarbij drones antitankgranaten laten vallen bovenop tanks. Waarom zit dat fucking niet in deze Delta Force? Dat vind ik zo voor de hand liggend dat je met je tijd meegaat en dat je dat soort shit ook gewoon in je game bouwt. Dat vond ik een gemiste kans. Ik had eigenlijk aan het eind van de rit het demon. Hoe heette die laatste Battlefield die uitkwam? 2042. Ja, was dat de laatste? Ja nou, die dat was een flop, toch? Die was echt kut. Ja, die lanceerde echt dramatisch. Zat niet eens een scorebord in, want dat was toxic. Ik bedoel, je kan iemand door zijn kop heen schieten, dan maak je flikker uit. Maar wanneer je hem confronteert met zijn kill-death ratio, dat is te toxic. Nee, die heeft niet goed gedaan. Hij heeft wel een soort van ommekeer gemaakt gaandeweg. Maar weet je, the damage is done. Mensen zijn er klaar mee. Daarom. Maar ik had daarbij, ik vond namelijk de shooter-actie van die die Battlefield game vond ik een beetje lijken op deze Delta Force. Ja, ook maar ik hou klinische. Daar wel van. Ja, nee, ik vind het gewoon te klinisch. Oké, ik moet zeggen, deze game, het gevaar wat wel op de loer ligt inderdaad, wat jij zegt, is je hebt met Jan en Alleman te maken. Iedereen kan de game spelen, want het is free to play. Waardoor dat teamgevoel en juist samen linies optrekken, wat ook een belangrijk onderdeel is in deze game, dat zit er daardoor niet echt in. Denk je dat je niet een soort squad-based match krijgt waarbij je gewoon, net als bij Battlefield? Maar dan moet je eigen matties uitnodigen. En tuurlijk, ik heb ook vaak genoeg bij oudere Battlefields gehad. Iedereen deed gewoon mee aan de objective. En dat heb ik hier niet altijd het gevoel. Nee, gehad. Maar dat zijn die grote maps. Maar ik ben op een gegeven moment bij Battlefield 4 ben ik echt alleen nog maar squad-based matches gaan spelen. Mm-hmm. Juist omdat het tempo wat hoog lag en dat het zo intens was. En dat daarna ben ik overgestapt op Warzone, waarbij eigenlijk ook datzelfde gevoel een rol, waarbij ik heel veel voldoening haalde uit het verzamelen van de loot. En dan vervolgens uiteindelijk zien te overleven. Ik blijf dat toch tof vinden. Ik had gehoopt dat deze Delta Force die itch die ik nog altijd voel voor de originele Battle of die originele Warzone, dat zou weghalen. Maar ik denk dat het niet gebeurt. Ze doen een serieuze poging om de nieuwe Battlefield te zijn. Mm-hmm. Zonder overduidelijk. Maar zonder echt te begrijpen waarom dat nou zo fucking goed was. Dat vind ik jammer. Ik ben het niet mee eens, want wat ik zeg, voor mij is het echt inderdaad de vette maps, die zitten erin. Want hier speel je ook op grote maps. En het grote probleem met 2042 was, dat waren grote maps leeg. En gewoon niet goed vormgegeven. En had je dat hier wel bij, dat het vol was? Er was overal wat te doen. Er was overal beschutting. Overal kon je liggen. Ja, maar ik vond het generieke maps. We hadden 2 maps trouwens. We hadden Ascension bij Havoc Warfare. En we hadden Cracked. En Cracked is zeg maar een soort van ode aan een oude map die in Delta Force zat. Ja, nou goed. Ik had gewoon niet het gevoel dat... Weet je wat ik mis bij dat... Hoe heet het, dat level met dat hotel bijvoorbeeld in Battlefield 4? Ja, weet je, ik snap dat wat je soort, wil. Dat zijn zulke specifieke maps, weet je. Ook die Maar die bunker, leven bijna op zichzelf. Ja, daarom. Het zijn gewoon heel goed. Die hebben karakter. Ja, en dat miste ik dan hier, weet je. En je hebt maar 1 zo'n map nodig om iedereen verliefd te laten worden op die game. Niet gedaan. Die zal ik je geven. De maps missen een beetje karakter wat dat betreft nog. Moet ook gezegd worden, dit schijnt een hele oude beeld te zijn. Want in China is er al een andere test of iets dergelijks geweest. Het is ook van Tencent onder andere. En daar zou je meer destruction hebben. De wapens zouden anders aanvoelen. Daar zouden quality of life verbeteringen zijn. Die zaten er hier allemaal nog niet in. Tencent en Team Jade kwam dat op wat kritiek te staan. Ik ben benieuwd hoe die game nog gaat evolueren. Evolueren moet ik zeggen. Nou, wij hebben in ieder geval geëvalueerd. Ja. Jij bent niet overtuigd. Ja, ik ben wel overtuigd. En dat is ook wel omdat het gewoon een beetje karig is allemaal. Hoor. Ja, dit is niet de second coming ik of Jesus. Ik haatte het zeker niet, maar het was wel zeker karig. Nee, maar ik bedoel gewoon überhaupt het hele landschap. Ja. We hebben het over Battlefield, we hebben het over Call of Duty. Morgan, Call of Duty multiplayer. Ja, dat leeft ook niet echt meer Warzone. Nee, Warzone is dood. Maar goed, daar komt dus een nieuwe Tarkov map. Of Tarkov, ik noem het ook gewoon Tarkov. Het is gewoon Tarkov wat erin zit. Ja. Nee, maar hoe heet die Warzone map, die originele? Die stad Verdansk. Ja. Dus er komt een nieuwe remake van een Verdansk map, heb ik begrepen. Maar goed, dan hebben ze weer 6 andere maps en dan gaat het hele essentie gaat alweer verloren. Geef maar gewoon Blackout, die had nog steeds de beste looting mechanics in de Call of Duty Battle Royale games. Maar het is wat het is. Cool.